Zo ging het mis in Otterlo. Een auto met aanhanger met daarin een stier gleed van de weg af. De bestuurder raakte licht gewond. Bij Oosterbeek op de A12 schoof een bus en een viskar van de weg. Bruggen en viaducten bleken met name verraderlijk glad. Op de brug over de IJssel bij Arnhem gebeurden meerdere ongelukken. En dit is de A12 net voorbij Ede bij Veenendaal, waar een personenauto van de weg raakte. Automobilisten zagen het voor hun ogen gebeuren. Vlak voor me ging er een busje, die reed een beetje hard en die ging in de rondte. Overal zie ze heen en weer, links en rechts zie ze heen en weer glijden. Ja, hoe houdt u er zelf rekening mee? Zakjes rijden en winterbanden.